Ja, hallo. Ik laat jullie deze vlog zien wat wij afgelopen week allemaal gedaan hebben. Na het tulpenrooien om bladramanas te kunnen zaaien. Hoe dat we de eerste aardappelen klappen met de nieuwe basilier loofklapper. En hoe dat het staat met de bolvorming van de uien. Veel plezier! Nadat de tulpen gerooid zijn, ga ik dit perceel laten kilveren door Wiege Hendricks. Hier staat de laser. Deze helft is klaar van het tulpenland. We hebben één keer in de 6 jaar de tijd om het land op afschot te leggen. We zijn nu met 2 kilverbakken bezig. Nou, de sjampost ligt er weer bijna op het tulpenland, nadat het is gekilverd. We gaan vanmiddag het land lostrekken. Johan die is er wel heel erg handig in, met deze kraan. Afgelopen vrijdag heb ik na het tulpenrooien het land losgetrokken met de cultivator om het wat op te laten drogen. Maandag heeft Wiege Hendricks het land gekilverd. Gisteren hebben de jongens het land overdwars bewerkt met de Evers cultivator. Heb ik 1 rij tanden omhoog gedaan en met 1 rij tanden flink diep. Dwars over het perceel. En nu vandaag ben ik bladramanas aan het zaaien. Ik heb alle tanden van de cultivator weer naar beneden. Ik rijd er nu dwars over, dus vandaar dat het nu een beetje hobbelt. Maar het komt mooi erbij te liggen. Niet te fijn, zodat als er veel regen komt dat het dicht slaat. En ik zaai een dubbelresistent ras, zodat het geen aaltjes gaat vermeerderen. Nou, het gaat mooi hoor met de nieuwe trekker. Eerste keer zaaien. We rijden op GPS met 3 meter breed. Het is allemaal gewoon een beetje wennen. Om de bladramanas goed te laten slagen, dan moeten we toch een beetje kunstmest erbij gooien.
De Sjampost alleen is niet voldoende. De bladrammenas moeten in één keer doorgroeien. Nou, we zijn begonnen met het aardappelsklappen met de nieuwe loofklapper. Zoals je ziet is het loof al aardig afgestorven. We klappen nu al het loof eraf en dan geven we nog een lichte nabespuiting met de rijenspuit. En zo ziet het er achteruit. De rijenspuit zitten twee doppen per rij om middel te besparen. Ja, zit hier bij de gele uien. De lengte van het loof, dat blijft een beetje hetzelfde. Hij gaat wel bollen. Deze twee uien zijn ongeveer 4 tot 5 centimeter dik. En het aantal bladeren vult ook al mooi aan. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bladeren er aan. Er komen een beetje dooie puntjes aan hier. We zijn hier bij de rode uien. En wat nou toch wel heel erg opvalt is dat de uien die zijn bijna hoger dan de tarwe. En waar is mijn bordje? Hier staat het bordje. De bladeren van de uien worden niet echt veel langer, maar er komen wel meer bladeren aan. Er zit nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het 9e blad komt eraan. Hij begint wel iets te bollen. Ik denk dat hij 1 centimeter of 3 dik is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Ik hoop dat we volgende week deze tarwe kunnen combineren als het mooi weer is.